Politie, overmaken. Dit is Overtreders. Terug naar Rotterdam, maar nog even niet richting het openbaar vervoer. Operatie Lokmiddelen is nog altijd in volle gang. De politie Rotterdam-Rijnmond pakt auto-inbraken op een effectieve en unieke manier aan. Ze gebruikt lokmiddelen om de daders te pakken. Kostbare spullen worden voorzien van een traceersysteem en in lokauto's geplaatst. Bij een diefstal volgt de meldkamer het signaal. Vanaf het moment dat het wordt gestolen krijgen we een alarm. Dat wordt dan gemonitord door een particulier beveiligingsbedrijf. Dat geldt ook weer heel veel politiecapaciteit, want politie hoort op straat te zijn. Dus wij krijgen netjes een alarm via die meldkamer van het beveiligingsbedrijf. En wij gaan direct na het alarm worden wij aangestuurd van waar dat goed zich zeg maar heen beweegt. Er is een inbraak in een lokauto en er is een mobiele telefoon meegenomen. En je raadt het al, die heeft een traceersysteem. De lokauto staat al bij het politiebureau voor onderzoek, maar de gestolen waar is nog in handen van de verdachte. Hij is al heel snel hierheen getakeld, op sporen veilig gesteld. Dus nu is de technisch rechercheur, die is onderweg hier naartoe. En die gaat gelijk sporen afnemen. En een van de coördinatoren die is nu al in Rotterdam. Daar hebben we het signaal opgepikt van het goed dat eruit gestolen is. In dit geval is dat een telefoon. En we gaan zo proberen de verdachte te lokaliseren en aan te houden. Het signaal leidt Ben en zijn collega's richting de binnenstad. Het beveiligingsbedrijf dat bij de operatie is betrokken werkt aan het lokaliseren van de telefoon. We zien aan het signaal van de gestolen telefoon dat hij al een poosje stil ligt. En we hebben het vermoeden dat hij best eens in een auto zou kunnen liggen. Maar als het goed is gaat dat, als we hem gelokaliseerd hebben kunnen we dat ook zien. En dan weten we aan de hand van het kenteken op wiens de auto ten naam gesteld is. Ja, dan hebben we weer een spoortje verder. Dus we gaan het zo horen, maar de collega's ter plaatse die vermoeden dat ook. Maar we zullen het zo gaan zien en horen. Ben nadert de plek waar de telefoon zich moet bevinden. Collega's van het regionaal interventieteam, de RIE, zijn ook al in de omgeving. Zij worden ingezet wanneer er sprake is van een verhoogd risico. Ben ter plekke, Shellgebouw. Ja, Remy, de batterij is er al in. Ik zat aan de telefoon. Ik heb pijn. Ben houdt oren en ogen open en bespeurt al snel een man die verdacht gedrag vertoont. Er loopt een meneer met een blauwe spijkerbroek, met een groene keki jas, donkergroen, met capuchon. Die loopt nu een tunneltje onderdoor. En ik kijk wat schichtig om zich heen, vandaar. Ja, ik heb de icon bijstaan, dus ik kijk in ieder geval of jullie signaalveranderingen zijn. Dan neem ik dat in ieder geval op. Bedankt. Ja, en hij gaat richting Heer Bokelweg. Dus dan zit hij daar in de buurt. Met name voor de collega's van de RIE, want die zitten ook in de buurt, begrijp ik, hè? De exacte locatie van de gestolen telefoon is nog niet bekend, maar iemand van het interventieteam besluit het tunneltje in te gaan om de verdachte te volgen. De tunnel is een ideale plek voor een snelle deal om de mobiel te verkopen. Ben gaat er ook achteraan. Maar er gebeurt niet veel in de tunnel en plotseling laat het signaal weer beweging zien. De telefoon bevindt zich ergens in een gebouw midden in de stad. We zijn inmiddels aangekomen in het centrum van Rotterdam. We zijn vlakbij het Hofplein en achter mij zie je een blauw gebouw. En daar is een verbouwing gaande. Wij weten inmiddels dat onze telefoon, de BlackBerry, zich daar moet bevinden. En wat we nu gaan doen is dat de collega's van de RIE, die gaan daar naar binnen. Dan gaan we onopvallend net doen alsof we ook bouwvakkers zijn. En dan gaan we ondertussen gelijk lokaliseren waar die BlackBerry moet liggen. Zodra we dat gedaan hebben, dan gaan we afwachten en kijken of dat we het onder aanhouding over kunnen gaan. Het interventieteam gaat het pand in om de boel te verkennen. En ook Ben gaat er achteraan, samen met een collega die meetapparatuur heeft om de telefoon exact te lokaliseren. Ja, dan gaan we daar naar binnen.
Ja, is helder gedaan. Gaan we daar naar binnen. Okay. Inmiddels zijn we binnen geweest en we hebben de BlackBerry hebben kunnen lokaliseren. Die zit in een tasje vermoedelijk. Nou, dat weten we bijna zeker, maar je weet het pas zeker als je hem echt in je handen hebt. Het is nu eventjes wachten totdat we de verdachte bij het tasje hebben. En dan gaan we over tot aanhouding. Het duurt een paar minuten, maar dan pakt een man de tas om te gaan lunchen. Het interventieteam gaat erop af en de verdachte wordt aangehouden. Oké. Okay. Zo. Wat heb je hier recht door, hè? Kan gelijk kom een collega bij je zitten zo. En nou was de verdachte niet alleen. En die is ook met iemand meegereden. Die kwam daar ook bij en die hebben we ook aangehouden. En beide verdachten hebben we aangehouden in eerste instantie voor heling. Bij één van de verdachten hebben we ook glassporen aangetroffen. En dat doen we dan om de inbraak van de auto te kunnen aantonen. Verdachten worden nu overgebracht allebei naar bureau Vlaardingen. En daar wordt het onderzoek gedaan door de recherche. Als de mannen schuldig blijken te zijn, zal het Openbaar Ministerie hun straf bepalen.